Ik ben op dit moment op weg om een drietal heel bijzondere PSV-supporters op te halen. Ze komen van over heel de wereld en zelfs één uit Australië. Zij zijn speciaal door PSV uitgenodigd om samen met hun familie kerst te vieren. Want zeg nou zelf, kerst vier je met de familie. En al helemaal met de PSV-familie. It's beginning to look a lot like Christmas. Wacht. Welkom. Dank u. Dank u. Take a look at the 5 and 10. Listening once again. Hallo, welkom. Dank je. Thomas. And silver lanes of glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. How are you? Hi. Welcome. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Okay, dan. Daar gaan we. Nou Bart, we zitten in de spelersbus van PSV. Op weg naar Eindhoven om je ouders te verrassen. Zij denken namelijk dat ze een prijs overhandig krijgen voor jou. Hey, en vertel eens, jij bent PSV-fan, yes. Maar je woont in Australië. Ja, ik ben getrouwd met Amanda, kleindochter Charlotte. En ja, PSV volgen is lastig, want het is elke zaterdagnacht, zondagnacht is het vroeg opstaan om de wedstrijd te volgen. Ik heb nog steeds mijn seizoenkaart op vak A bij mijn vrienden. Echt waar? Ja, want ik heb nog altijd, ik heb tegen iedereen gezegd, mocht ik ooit terugkomen, wil ik meteen weer terecht kunnen in het PSV-stadion bij mijn vrienden. Dus die heb ik ook nog steeds. Jullie hebben elkaar een tijdje niet gezien en Charlotte natuurlijk ook, ja. Je dochter. Hoe lang is dat geleden? Toen Charlotte 3 maanden was. Dus ze is nu 14 maanden. Dus hartstikke veranderd. Ze loopt, ze praat. Oh, wat en leuk. Ja, dat wordt super. Dat wordt super. Nou, dan ga ik straks naar je ouders toe. Ja. Om hen natuurlijk de prijs te overhandigen. Top, kan niet wachten. Nou, daar zijn we dan, bij het huis van de ouders van Bart. Zij denken natuurlijk dat dit alleen een verrassing is, maar die is natuurlijk veel en veel groter. Goedemiddag. Goedemiddag. Je weet natuurlijk dat dit de prijs is van Bart. Ja, super, super. Alleen is het natuurlijk heel jammer dat hij het zelf niet... Zelf het ontvangst kan nemen, ja, dat ja, is zeker. Want... Hij woont in Sydney. Ja. Sinds 3 jaar. Ja, ruim 3 jaar. Ruim 3 jaar. Ja. En nog altijd groot PSV-fan. Altijd groot PSV-fan. Kwart voor 4 is morgens de wekker. Ja. En dan, dan kijken. En gaan jullie hem nog zien met kerst? Of, dit jaar niet. Nou, vorig jaar zijn we geweest met oud en nieuw. Ah, okay. En met de feestdagen vorig jaar en dit jaar niet, maar volgend jaar komen ze hopelijk deze kant op. Nou ja, ik zou zeggen, ja, ik geef hem aan jullie. Ja, heel graag, dankjewel. En wij zorgen dat hij richting Sydney gaat. Hartstikke bedankt. Ja. Fijne feestdagen. Ja, jullie ook. Hè? Of, ik zit nou te denken, zou het niet leuk zijn als jullie deze aan Bart zelf geven? Op wat voor manier? Hoezo? Ja, laat hem even staan. Of nee, zal ik hem even met jullie... zou je het leuk vinden om even iets verder op te komen kijken? Ja. Dat is toch leuk? Ja, de prijs is natuurlijk voor Bart. Tuurlijk. Ja, tuurlijk, dat is zeker. En hoe mooi zou het zijn als jullie de prijs aan Bart kunnen geven? En op wat voor manier? Je gaat het niet menen. Are you coming with the bus? Oh, are you driving with us? Hello. Oh, prachtig. This is great. Nice surprise. Dag jongen.
Ja, we komen hier kerst vieren, is dat goed? Waar eten we met kerst? Nou, geweldig. Echt super. Nou, PSV, hartstikke bedankt. Echt, dit is nou, een cadeau uit duizenden. Dat was toch wel even emotioneel. Ik moet er zelf ook even een traantje van laten. Hoe blij ben je om je zoon weer te zien? Ik ben heel blij om mijn zoon te zien. Okay, ja, want we zijn namelijk onderweg naar de Koer, het stadion van VVV Venlo, waar zometeen de zoon van Chantal een wedstrijd speelt. Hij weet nog van helemaal niets. Hij denkt namelijk dat hij na de wedstrijd een interview heeft met PSV TV. Maar daarentegen komen hem verrassen met zijn moeder Chantal. Well, I'm moving down that line. We zitten op dit moment in de radiokamer bij VVV Venlo in de Koel. Harry Chase is hier nu aan het spelen. Wat doe je precies in Congo? Want dat is waar je woont op dit moment. In Congo, j'exécute le projet de projet humanitaire. Okay. Dans le cadre de construction des infrastructures socio-économiques. Uh-huh. Heb je gisteravond Harry Chase nog gesproken voor de wedstrijd? Oui, hier, il m'a appelé. Chaque jour, il m'appelle. Et hier, avant de dormir. Il m'a appelé, mais là j'ai été chagrinée parce que j'ai fait un coup à mon fils. Il ne sait pas que je suis ici. Ga jij nog even lekker naar Harry J kijken? Ik ga hem zo opvangen en dan kom jij hem zo verrassen. Nou, eerst even over de wedstrijd. Harry J, hoe heb je gespeeld vandaag? Ja, ging aardig. Best moeilijk. Je speelde 5-3-2. Ja. Dus jij was wel een beetje anders, maar het ging wel goed. Hey, en dan Harry J, je woont natuurlijk nu in een gastgezin. Ja. Hoe vind je dat? Ja, hun helpen me met alles en dan hoef ik alleen maar voor het voetbal te zorgen. Dat is heel goed. Want waar kom je oorspronkelijk vandaan? Congo. Uit Congo? Ja. En je moeder? Ook uit Congo. Hoe zou je het vinden als zij bijvoorbeeld hier een keer naar jou zou kijken? Ja, zeker. Heel mooi. Ja, toch? T'as vu tout mon match? Oui, c'était bien. Dit is mijn koningin. Ga lekker van elkaar genieten. Ja. Bedankt. Thomas, daar zitten we dan in de spelersbus van PSV. Had je dat ooit verwacht dat je hierin zou zitten? Nee, zeker niet. Geweldig is dit. Nee. Voel je een beetje spelen? Oh ja. Ja? Dus, ik kan me eigenlijk wel wat spelen voorstellen. Ja, dit is toch een beetje een jongensdroom, toch? Zeker weten. Ik voel me als een jongetje. Ja. Als echte fan? Ja. We zijn onderweg naar het Philipsstadion. Daar hebben we jouw moeder en jouw broer met een smoes naartoe gelokt. Ja. En jij staat straks op de middenstip te wachten. Ook nooit op het veld gestaan voor. Dus, dat mag ook eigenlijk niet, hè? Nee, daarom. Daarom is het zo leuk ook. Ja. En vertel, je bent PSV-fan, dat weten we. Als je eenmaal in Canada woont, want daar woon je, is die clubliefde nog steeds zo groot dan? Oh ja. Ja? Ja, dat blijft. Dat blijft in je hart. Ja, zeker. Nou, we zijn er bijna volgens mij. Hoe mooi. We gaan ons voorbereiden en zo direct gaat het gebeuren. Ja, schitterend. Gaan we zinnen. Nou, we zijn er in het Philipsstadion. Jullie gaan zo direct op de middenstip staan. Ik ga jouw moeder en broer opvangen bij de hoofdingang. Dat is hem. Ja, dat is prachtig. Veel plezier.
Hallo. Hallo. Zijn jullie Rick en Ria? Ja. Ja, hoi. Hoi, Rick. Hart... Hoi. Hallo, ja. Ria. Welkom in het Philipsstadion. We hebben ervoor gekozen om jullie eigenlijk een soort van stadiontour te gaan geven. Oké. Ja, hoe is het nou om een zoon, broer te hebben die in Canada woont? Is dat moeilijk? Ja, dat was even moeilijk, ja. Ja? Ja, dat is toch ver weg, dat is niet om de hoek. Maar ja, een broer altijd in de buurt gehad hebben en nou in één keer zo ver weg is altijd lastig, ja. Ja. Dus, maar ja, het, zeker het nu went. Twee kleindochters zijn natuurlijk. Ja, ja. Ja, dat snap ik. Ja. Het is heel bijzonder om op het veld te staan. Als je op het veld staat als niet speler zijnde of staf zijnde, staat er een hele hoge boete op en een stadionverbod. Maar we vinden het toch wel heel leuk om jullie toch even op die middenstip te zetten. Ja, dat is toch gaaf. En ik denk dat Tom dat ook heel leuk zou vinden natuurlijk. Kijk eens aan. Dit is hem. Dat is wel magisch zo, hè. Elke keer zo, Jeetje. Wauw. Echt. Oh nee. Echt niet kennen verwacht. Schat. Wat kom jij nou hier? Gek echt. Hoe is het gaat, joh? Wat ben je? Wat doe je hier? Ja, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Je had dat kunnen delen. Ja, kom, ik zal je straks bellen. Nee. En nou? Ja, het wordt volgende week zaterdag. Echt? Ja. Kijk eens aan, Bart. Hey man, hey Bart. Goedenavond. Helemaal goed. Ah. Welkom, helemaal. We hebben de PSV even niet meegenomen. Helemaal goed. Dat is een grote verrassing. Ja, ja, echt. Ja. En hoe had u jou te pakken? Hoe ging dat? Dus ja, de wedstrijd was klaar. Ja? We begonnen over de wedstrijd te praten. En toen hoorde ik mijn moeder zingen. En wist ik me gelijk weer te... Jij kende gelijk al? Ja, ja. Dan loop je naar buiten, staat daar de spelersbus. Ja, dat is met geen pen te beschrijven. Zo mooi. Oké, okay. Oh, very good. Echt heel geweldig. Echt voor mijn familie en voor mij was het, ik kan je niet beschrijven. Ja, het is eigenlijk heel onbeschrijfelijk. Na de wedstrijd zie ik mijn moeder ineens. Je suis très très heureuse de voir mon fils. Ça faisait longtemps. Je constate vraiment que PSV ce n'est pas seulement un club de foot, mais c'est aussi une famille. Ik ben er nog steeds echt ondersteboven van. En met dit bewijst PSV wel weer dat het één grote familie is. Echt top jongens, hartstikke bedankt.